A good evening. Hello. What's up? Ja, we zitten een beetje Zwarte Piet te speulen hier boven op die daken in de stronghold. Ik heb er maar weer één sigaret gehad. Oh, je hebt de foto's gezien? Ja, ik zag je staan. Ik dacht, ik stuur even een invite naar Wannie. Ik sta nog boven op die daken. Dat is wel lachen. Wat bedoel je? Ja, dat kan je zien in het begin bij die stenen, laat maar zeggen, wat fonteintje komt. Daar tegenover staat een oude tovenaar met een botje ernaast. En dan moet je op dat botje klikken. Dus bij de ingang is dat. Voor die rotsblokken, daar staat zo'n tovenaar. En daar staat een bordje naast. Waar die dragonflies kan starten. Daar, als je daarop klikt, kan je het zien. Kan iemand mij helpen even met de missie voor even eentje? Sharada. Nou wacht, maar ik vraag wel in de guild. Nou, we zijn nu al aan het verzamelen bij de guild. Dus. Oh, serieus? Ja. Ah. Nee, klap. Nou, ik ben even in gesprek met Rika via Tel. Maar dat wil ik zo meteen wel zien, ja. Dus jullie zijn een stronghold freerun aan het doen? Ja. Bij je dragon. Dan zie ik je niet meer. Oh, ben je weer beneden dragon? Oké. Hij heeft een onzichtbare muur, denk ik. Oh, wat leuk. We zweven. We blijven hier even lekker staan. Ik ook niet, ik ben bang dat ik naar beneden val. Screenshot. Blijf zo staan. Hartstikke idee. Zo. Ja, even screenshot op de mounts. Oh, ik sta naar beneden. Oh, dan moet ik terug.
Dus we zitten echt bij het puntje. Of de mounts naar voren. Doe ik een beetje van boven zo af. Zo. Ja. Die met dat lange haar, weet je wel, die vrouw. Is die naar beneden geflikkerd? Ben je gevallen? Ja, ik weet dat ik eraan rondgelopen, maar dat kan niet. Oh ja. Dat zon van mij heeft dat dak nodig. Dutch Heels, ook even. Kijk eens, Dutch Heels boven je. Achter je. Ja, ja. Ja. Zie je dat? Zie je het boven je, precies boven je, Stark. Vet. Hoe kom je daar dan? Dat is een leuk plekje, dit. Hoe kom je daar in godsnaam? Hey Troekie, hoe doe je dat? Nou, maakt toch niks uit. Oh, hier vlekje naar beneden. Oh. Oh, het is al bijna 8 uur. Dus ik zal even die oproep doen. Ja hoor. Oeh, dat is wel zwaar op de kop, 3 ton. Ja, maar dit is wel een klein 3 ton. Dan ligt er 3 ton. Nee, maar 3.
3 ton is toch wel aardig zwaar, vind ik. Nou, dat heb ik dus ook. Ik ben hartstikke blij met deze, maar ik denk dat jullie niet willen horen wat het is van headset. Hij is van de Xbox, van de Xbox One, die grote. Hier doe je ben een beetje ver achter mij dan. En daar komt een geluid uit, schitterend. Die zit zo lekker. Dat is die dure, weet je wel, die Microsoft, die grote. Dat is echt heerlijk. Hup. Gaan we grote heroics doen? Tinkelbell was uit mijn groep, die was helemaal disconnected of zo, dus ik heb even eruit gegooid. Maar we maken toch meer groepen, dus. Hey Dragon, weet jij hoe jij die, waar jij die tweede band of loting krijgt, die ring? Ik weet niet of jij die ook hebt geëquipt. Want ik had gekeken bij Collections, daar stond hij ook niet tussen. Want het is wel een stronghold erop. Dragon, ik maak jou even groepleader, want er staan er hier al heel veel. Dan nodig ik weer verder uit. Part of set, no sympathy. Ik zal eens even binnenkijken of er nog mensen staan. Oh. Oh. Ja. Oh, dat is wel lekker. Oh, dan invite Dragon of Dark Knightje wel, of ik. Dat is ook allemaal goed. Oh, ben je met de White Knight? Je bent met de White Knight, oké. Ja, dat wou ik niet zeggen. Hè. Dat zijn jouw woorden. Kijk eens aan. Ja. Ik zal het even naar binnen lopen. Moet je even zeggen waar je zit, want ik heb je niet in de groep. Waar zit je? Huh? Oh, daar. Hij zit alweer op dat dakje. Oké. Ah, vanaf daar. Om op dat dak te komen waar je net zat. Oké. Nee, dat is nou. Oh, 14 uur. Alsjeblieft. Netjes.
10 minuten is het goed? Nee. Nee, volgens mij ook niet. Ja, ik ben even de nagels aan het knippen. Er zitten ook nog mensen in mijn queue instance. Ik vind die vogel zo gaaf, hè. Schitterend. Ja, hij is wel We mooi. Hebben 19 mensen online. Het zou wel vet zijn als we alle 19 hier hadden. Zal ik het een... even kijken. Dragon. Wil jij in de chat zetten dat we om 9:30... Nou, dus dan moeten ze voor 9:30 hier zijn, dat we dan die Dragon Run willen gaan doen. Of was het een andere tijd, Bobby? 9:30. 8:45 in de guild. 8:45 in de guild voor de Dragonflight. Met je sterkste poppetje moeten ze dan komen. Jij bent wel een goeie om die Dragonflight te regelen. Jij bent Dragon, een kampioen Dragon. Kan niet beter. Kan niet beter. Dragon gaat over de Dragonflight. Dus dan kan je er gewoon bij zetten. Als er genoeg mensen zijn, dan kunnen we die Dragonflight doen. Maar ik denk wel dat we genoeg krijgen, want iedereen wil het doen. Nee. Ligt eraan of het kerk. Nee, dat kan niet. Nee. Moeten we met hetzelfde poppetje doen. Ja, je kan het wel naar je shared bank account zetten. Dat wel, ja. En dan kan je het overgooien naar een ander poppetje. Ja. Gooi het er nog maar 2 keer in, Dragon, die tekst. Dat is het goed zien. Zit, staat hij helemaal vol. 9:15 in de guild Dragon Run. Verzamelen, kom het. Even kijken. Zo, iedereen is versierd met goud. Camouflage. Iemand nog belang bij een Greater Companion Experience?
camping. Heeft er iemand straks even zin om Mellebalk Castle te doen? Oh, iemand kan hem inviten? Kan hem inviten? Oké. Okay. Thanks. €300 voor één key volgens mij toch? Ja, Os die is onderweg. Ja, ja, doen we altijd. Oh, staan we vet de paard zo. Een leuke veer op de kop. Mooi. Netjes. Ook mooi die leeuw. Die leeuw op dat die shield. Ja, ik weet het. Is zover. Nou, we hebben te weinig man om die grote te doen, denk ik. Vertrekken. Ik moet alleen even kijken hoe het. Ja. Ja, wacht, ik draai ook nog even een sigaretje en dan kom ik ook aan. Mounts. Ze zien de verkeerde. Ah, mijn paard die loopt al rustig aan vooruit. Ja, ik heb hier geen vuurpaard op. Zien ze het een beetje? Ze zien het nog. Ja. Nou, ik heb op mijn companion heb ik ook drie bonding stones. Er blijven er veel staan. Nou, ik loop al. Ja joh, eigenlijk hoor je. Eigenlijk moet jij de influence runnen met je witte paard. En eentje die rent helemaal de andere kant op. Nou, ik wou naar de. The Giant Among the Dead. Kan je die aanklikken? Yes. Giants Among the Dead. Ja, ik ben op de weg, even kijken. Ja. Giants among the dead. Maar ik ga in ieder geval die kant op. Yes. Ja. Gewoon naar het lichtje toe. Naar de linkse lichtje. Kijk eens aan. Prins op het witte paard. En met één hand zeker een jointje draaien, of niet? Er zijn mensen bij die roken, of die draaien zo'n ding met hun tenen, hè? Ja, ik kan dat niet. Soms lukt me dat nog niet eens met twee. Doe je ook even... Blobby, wacht je ook even...
Bobby, wacht je even voor de poort dat iedereen er staat, bij de poort. Hier zo. Dus dan even hier blijven staan. Hier zo. En dan kijken we achter ons of iedereen erbij is. Ja, nou dan kan je. Ga maar. Ja, wat de hel, kom op aanvallen. Ja, gaat goed. Lekker. Nou, dat was het. Dat was nummer 1. Kijk eens, ik heb... ik heb featherless walkers. Schoenen. Lake Crisis. Ja, gewoon lekker die sterke. Lake Crisis. Ja, doe maar. Wij volgen jou wel. Oké. Is dat best cool, hè? Zo op dat witte paard. Dat paard en alles. Oh, man. Echt nice. Ja. Oh, we wachten toch. Dan moet je even de voorweer wachten tot iedereen bij elkaar is. Volgens mij hier. Volgens mij is het hier zo aan de linkerkant. Ja. Ja, dus we wachten even alles wat weer bij elkaar is. Ik denk alles dat we weer reden, niet? Oké. Pakken we de hele groep alles in één keer? Wat je wil, jongen. Ja, dat klopt ook weer. Even één power verwisselen. Even kijken. Oh, en ik heb weer een ding. Zou er geen powerpoint worden? 30.000 rough astral diamonds. Ja, is ook lekker. Ik heb liever een powerpointje gehad. Nou, aan de achterkant, daar is de laatste. Enemies incoming. Hartstikke idee. Lekker.
Lekker. Ja. Oh. Oh, dat maakt niet uit. Iets voor Artifacts Equipment is het, hè? Dan is het gewoon voor de equipment, niet voor de artifact zelf, want dan voor de ja en voor de artifact dan heb je echt Union, Stability, Power Stones, weet je wel? Dat is voor upgraden. Ja. Ja, maar dat is echt voor de Artifact Equipment. Dus net wat jij zegt, voor de wapens en de nek en de waist. Yes. Oh, dat zou best wel een keer komen, ja. Dan kan je in de kalender zien wanneer dat is. Okay. Ja, ik vind het best. Alles prima. En we hebben 12 minuten. Daarom. Is de echte, echt waar, het is net alsof ik met een samba bal loop te schudden. He. Oh, pak hem. Oh. Een koffertje moeten liggen. Ja, daar. Ja. Even kijken waar de enemies vandaan komen. Hé, hey, wat is dat gouden randje eigenlijk? Wat doet dat? Defense buff of zo? Oh, dat geldt ook voor mij als ik dan heal. Holy shit, plus die 5% van mij, dat doe ik 25%. Ik heb een healing crit van 60, van 60.000. Nou, dan kunnen we naar die grote. Kunnen we door naar die grote. Ik weet niet waar dat is. Oké. Nou, dan wacht ik even. Joe. Oké. We hebben een hele lange sleet, dus weer even stoppen bij de. Even wachten bij het begin. Oké, cool. Oh, yes. Beholders, ik hoop dat die ook zo spawnen. Oh, hier is nog niet. Oké, zo, eentje verder.
Ja, dat is voor de stronghold opdrachten. Je kan ook een emote gebruiken en dan start de charge. Ik denk dat je die mag gebruiken, dat we daar ons op moeten fixeren. Dus als je bijvoorbeeld een emote gaat, dan staat er ook eentje tussen met charge. Ja. Ja, die ja. Dus we kunnen beginnen, die charge. Dutch okay, Heels. Kijk, dat is mooi. Ja, man. De volgende keer moet je dat Dragon laten doen of White Knight? Nou, oh, jawel. Oké. Okay. Nou, met die charts opdracht geven, weet je wel. Die staat tussen emotes. Dus degene die, laat maar zeggen, dan de influence run leidt, die kan dan het beste. Ja, nee, dat weet ik, maar dat is makkelijker voor de groep. Als u staat te wachten. Dat gebruiken ze bij de Xbox ook zo, ook bij de Dragonflights. Ja, maar als je charge doet, dan krijg je hem in het rood. Zie je die tekst dan? Hey, lopen. Tifa. Ja. Tifa. Ja, ik denk dat dat, ja, dat, kan ik denk niet. Dat dat wel makkelijk is voor die Dragonflights en ja, is goed. Lopen! Leg je benen dan verder achter mij. Oh, dus je kan er ook hotkeys van maken. Lopen die gaan. Oh, zo, oké. CHARGE. Ja. Maar ga maar liggen. Ga daar liggen, Diva. Ik ben ook bijna dood. Ik lig ook down. Ja, ik wou haar overeind halen. En toen maakte die mijne af. Maar hij is best wel sterk deze. Ja. Nice. Lekker. Mooi, man. Lekker. Nou, de volgende grote. Hideaway Crisis is ook. Hij doet dus wel, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dat zijn allemaal van die guild quests. Die oppak bij die mensjes in het begin. Ja. Maar. Ja, dat doe ik ook altijd. Ze doen ook wel eens bijvoorbeeld samen met de guild al die guild quests. Dus daar kunnen wij bijvoorbeeld ook wel in lasten een keer. Gewoon met z'n allen die guild quests langs gaan.
Mooi, hè? We hebben best een lange rij, hoor. Maar dan komen we ook langs de Devils, of niet? Ja, dat is goed. Even wachten. Wachten. Kijk, want de groep die komt nog helemaal bij elkaar, zie je? Je kan het op de minimap zien. Dat is wel handig. Hop, ziek idee. Ja. Nou, maak me deze even af. Mooi man. Ja. Ja. En als Dragon dan straks die Dragonflight regel, dan komt dat helemaal goed. Is dat goed, Dragon? Oké. Okay. Doe je zwaaien naar ons. Hop hop, op je paardje, hop hop hop, in galop. Ja, het is zeker leuk. Ja, ik vind alle grote heroics leuk om te doen. Ik ja, vind ik die ook. Kleintjes niet echt zo super bijzonder. Oh. Oh, die. Okay. Ja. Okay, here we go. Ja, klopt. Ja, maar dat is hier niet altijd het geval. Hier valt iedereen gewoon allemaal in één keer aan. Ja, daarom moeten we gewoon leren om voor elke heroic, Dragonflight, allemaal even lekker te wachten. Of in ieder geval er omheen te staan. En degene die dan de influence leidt of de Dragonflight, dat die als eerste erin gaat. Of die charge opdracht gebruikt, dan komt dat wel goed. Ja, maar dan met een, ja, maar dan met een aanvalletje ertussen, ja. En als jij veel boost zet en veel crit, dan kan jij echt gigantische crits healen. Nee. Hop, lekker. Ja, want ik heb ook zware damage. Ja. Ja. Komen de commanders. Ja. Even kijken, character, wat is mijn power level nou? Oh, hij heeft maar een boostje van 2000. Veel damage. Zo'n tuigtrekkertje.
Kees, dat is hem weer. Die twee bars. Pitziend. Ja. Die spant als goed is zometeen over 3 minuten. Ze lopen of al. Over, ze zijn al weg. Of 1 minuut. 1 minuut 9, refresh die dan als goed is komt deze up. Ik blijf hier nog even staan wachten tot die, als die 1 minuut voorbij is. Oh shit. Ja, maar we moeten gewoon op White Knight wachten. Die leidt de influence. Ja? Terug naar de stronghold? Nou, ik ga hier nog eventjes wachten, kijken of die pitfiend spawnt, want die spawnt als het goed is over 1 minuut. Ja, diep het even in stronghold. Diep het even in stronghold, zo. Kunnen we inleveren. 17 ja. Seconden gaat, komt er een refresh. Ik kan daar niet op. Ik ook, ik loop precies achter jou. Ja. Dus. Ik ben ook een spin. Is goed. Oh ja, even. Ja. Is goed. Oké. Kunnen we eens naar die. We kunnen even naar die vraagtekens toe om te kijken welke opdrachten je klaar hebt. Want dan ga je naar de kist en dan kan je dit weer inleveren, weet je wel? Bij die mannetjes. Hey, adventurer. Zie je? Ik heb er hier 2 klaar. En. Ja, nou was een mooie run. Een goede avond, Hees. Zo. Hartstikke lekker. Ja hoor. Net de eerste influence run gedaan. We gaan zo de tweede doen. En dan de derde. Voor mensen die mee willen, weet je wel. En hoe staat die kant? Ik ga daar even doen. Om mijn boom. Oké. Nee, ja. Ja. Dat is juist mooi. Ja, en een beetje epics farmen. Dat klopt, ja. Daar was ik toen toch nog erbij met die belt, was dat of zo? Ja. Maar daar voelt mijn drop echt klein bij. Ja.
Ik heb die volle Tiamat. Ik mag ook niet klagen. Ja. Oh, ik mag ook niet klagen. Ik krijg wel leuke dropjes. Nou, ik ga weer terug naar Sharon dan. Kijk, dat is ook leuk. Daai. Ja, die moet ik ook nog steeds hebben. Oh, zie je daar, om kwart over negen staat in de chat, en dan hebben we die Stronghold Dragonflight. Ik hoop dat iedereen het een beetje leest. Anders moeten we... ik sta al klaar voor de tweede run. Even checken. Ik maak even checkie. Nou, je kan 400 per dag doen, maar wij doen het dan met extra characters. Ik doe elke dag... Natuurlijk. En dan level je lekker snel op. Ja hoor. Dan level je lekker... Hoezo niet? Als je hem weet op afstand. Je hoeft maar één ding te raken en je krijgt die influence. Ja. Ja. Is goed. Ik ga vast naar het bruggetje toe. Ja. Ja, Tinkerbell, level 5. Wacht, er staan er al een partij klaar. Oh, ik heb Tinkerbell uitgenodigd. Zo. PvP. Kijk eens in de chat, meisje. Oh, ik krijg een berichtje van Draco. Hallo, mijn main is lid van Guild. Kan deze ook ingevuld? Oh, oké. Okay. Had hij een ander poppetje? Secondary. Tuurlijk mag die erin. Nee, kan niet. Dat kan niet in. Kan hem niet inviten. Moet hij even naar de poppetje toe. Als je dat geregeld krijg je er ook tussendoor. Dus dat hou altijd wel een beetje op. Even kijken. Moet. Ja. Even. Poppetje. Wisselen. Is goed. We staan hier al met, even kijken, mannetje of 6, 7. Er staat ook in de chat dat we voor de brug bij de Stronghold is het altijd verzamelen. Ja, waar je inspaan en dan is het achter je. Nou, met dat poppetje. Ja, nee, dat zou best kunnen, weet je wel. Omdat ik wil een ander deeltje.
Oké, zo. Draco zit er ook in. Even inspecten. Oké. Je zit. Meisje toch? Draco. Draco, inspect. Ja, het wordt steeds drukker hier. Ik ben heel even bezig met Draco, dus als White Knight dat even wil doen, of wat hij nou voor poppetje is, even haar inviten in de guild. Even kijken of Draco er blij is. Draco, waar ben je? We hebben nu 112 extra cherk, dus. ...64 members, dus het gaat de goede kant op. Ja. Invite to guild, doe ik steeds naar Draco. Ik snap dit niet. Inspect. Ik heb hem verstuurd met Draco. Oh, nou zit hij erin als het goed is, Draco. Telletje sturen. Nee, ik maak zo'n party nog. Zo. Nee. Dit is nog een influence run. Ja, dan moeten wij ook even mee uitkijken met die tijd. Meer dragon run of influence runs doen. Jawel, dat moet kunnen. Nee, we nemen gewoon de makkelijke nou, want dit zijn gewoon snelle runs. De eerste zijn al die moeilijke. Oh, die. Ja, die zijn wel leuk, maar die gaan natuurlijk nooit zo hoog als één enchantment met één power. Dan krijg je dat verdeeld. Ik denk dat dat goed is voor een tank of voor een paladin. Beetje verdeelde stats. Ja. Ja. Maar iedereen is compleet nu? Iedereen zit in een groep? Oké. Oké, is goed. Oh, verkeerde knop.
Nou, dan gaan we eerst maar naar de Devil Attack. Hier gaan we. Nice. Heb ik hem niet te snel staan? Dan moet je het even zeggen. Ja, hè? Oh, dan zet ik hem even iets zachter. Ja? Oké. Okay. Nou, ze kunnen ook de namen zien. Ja, we gaan gewoon door nu. Ze kunnen de namen zien. Ze zien de tekst. Ja, daarom. Ja, maar het is gewoon voor de Stronghold allemaal verzamelen, voor die Dragonflight. Ja, ik ben ook benieuwd wie erop komt dagen. Ja, daar hebben we er één gered. Oh, gaan jullie... Dat ik op de Dragon, ja. Is goed. En kan jullie wel gaan buffen? Ja. Ja, je moet de rest beschermen. Weet ik niet, ik heb ze niet gezien. Ja. 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 Dat ging goed, ja. Ja. Ja, die... Ja, want die buff, die... Ja, het is ook geluk. En het was... Daarom. Waar zo? Nope. Even kijken. Beast attack. Beast attack, dragon. Dan blijft er weer één achter. Kan iemand mij helpen misschien met Dreddering, die niet bezig is? Nou, we kunnen deze ook wel pakken. Pakken deze wel. Thank you.
beest. Beest. Beest en tag. Ja. Ja. Zat er nou... Oké. Ja. Even kijken. Drake attack. Hierin, dus. Ja. Spannen die weer, lekker. Nog één? Oh nee, dat was het weer. Oké. Nou, gaan we weer verder. Proberen langs. Ja. Hier naar boven toe. Nou, we hebben mensen ik heb hulp nodig in de dreddering. Ik ben nog maar een klerk. Ik ben puur buff, debuff. Oh, je mag mij wel helpen als je wil. Maar hoe gaat het bij jou in de guild? Dan is er niks te doen. Nee. Dat ben jij zelf. Mr. Bling Bling, man. Nee. Gewoon via partychat moet je me maar even een vriend
Vriendschapsverzoek. Place word by coffee. Coffin Pals. Ik heet Dutch Hills Incoming op de game. We zijn bij de Dragon Attack. Nou. Die hebben we ook weer binnen. We moeten er nog één doen. Even kijken, doen we de Devil Attack. Ja, we gaan nou naar de Devil Attack. Ik moet get a necromantic wards and place by wards by coffin piles. Ik snap bij god niet wat ze daarmee bedoelen. Er lopen de twee verkeerd, zie ik. Die lopen tegen de muur aan van hey, what the fuck? Zie je dat? Daar komen we er al doorheen. Ja. En dan komen ze al aan. Ja, nou zijn ze er. Mooi. Gaan we hier langs. En nou die Devil Attack gaan we inleveren. En dan gaan we naar de Dragonflight. Even kijken hoor, want ik anders... heb een request die al klaar is. Als het goed is. Ja. Anders hebben we te weinig tijd. Ja, maar we hebben geen... Oh, wacht. Dragon, waar zit... Yes. Ik zie het lijntje niet meer. Loop gewoon om me van Tinkerbell. Shit. Ziet er wel grappig uit, man. Die past niet. Staat er nog eentje van Sharendaag zeker. Oh god. Worden aangevallen. Hun komen niet verder. Shit. Is... Oh ja, ja, ja. Zo. Ja, bij mij kan het even duren hoor, voordat ik iets heb geplaatst, want mijn controller is een beetje... Dan kunnen we weer verder allemaal, ja. Hoppa, dat is één. Oh god. Oh. Zo, holy shit, jij doet als tank wel veel damage, hé. Holy shit. Komen ze er allemaal voorbij? Necromantic word. Oh. 43 zit die Tiva, kom op. Oh, hier, Dark Knight staat hier. Hey, kerel. Ja, maar dit is niet jouw laatste dingen, denk ik. Ja. Hoeveel heb je al oranje dan? Oh, je hebt alleen nog maar je ring oranje, ja. Holy shit. Nou, ik heb hem niet. Ja. Hé, hey, jij hebt ook de Tiamat, hè? Oh, die heb ik ook. Ik heb ook de Tia set. Nice.
Mijn eerste artifact drop was die, ook die amulet. Maar die heb ik voor te goedkoop verkocht toen. Oké, nou moet ik slay zombies en skeletons in de ribcage. Nou, ribcage is volgens mij hier achter. Ja. Ja, stronghold. Ja. Undead to dead. Ja, lopen we ook nog goed ook nog. Het schommelt nou bij mij tussen 6 kijkers en de 1. Nou, volgens mij ben jij ergens heel ergens anders als mij. Ik zie jou niet eens, joh. Nee, diva. Nee, diva. Lopen. Schiet op. Luisteren, anders trek ik aan je oortjes. Neem mijn oortjes, zijn maar twee van. Nee, ook niet komen slijmen, wegwezen. Nee, niet slijmen, wegwezen. Ja, maar dat doet ze haar, ja, maar dat doet ze haar oortjes plat, weet je wel. Dan doet ze haar hoofdje helemaal zo vooruit, zo van, nou toen nou, weet je wel. Ja. Nog 6. Alle beetjes helpen, jongen. Kijken. Ja. Nog 5 zombies. Kijken, dit zijn lekker of we gewoon 1 per groepje zitten of zo. Hij trekt ze, gaat ze gewoon allemaal aantrekken. Oh, hij is gelijk compleet. Nou, die er nog achteraan. Ja, dat wordt geregeld. Jawel. Jawel. Oké. Okay. Of wat, vanavond niet? Zo. Ja, met je anderen wel. Maar dat maakt niet uit. Gewoon de sterkste pakken. Je sterkste karakter. Even kijken. Ik moet nou... iets met silence of zoiets. Ja, dat is helemaal even kijken. Verslaan. Ja, met verslaan. Thank you.
Oh nee, ik doe gewoon mijn ding. Ik gebruik gewoon de abilities die ik nodig ben en that's it. Want bij WoW zie je zoveel balkjes gewoon. Het is gewoon ziekelijk gestoord. Kijk, hier heb ik iets, maar ik weet niet wat dat is. Dit is een demonic. Ja, volgens mij deze Onyx. Bling bling. Wat zei je? Over 10 minuten, 11 minuten hebben we jou wel nodig, hè, bij de Dragonfight. Oh, hoe laat is het? Nog geen kwart over. 11 over. Oh. Dus jij nog de tijd? Even kijken, ik kijk even wat die quest is hoor. Silence. Oh, Slay Dreadhounds. Oh, deze hier. Komen jullie ook maar mee. Ik kom daar niet eens bovenop. Shit. Oh, goed dat ze het zeggen, ja, die potions. Moet ik even pakken voor die dragon. Voor die dragon fight. Ik wil er best wel wat voor mensen die het niet hebben. Nou, er staan de 100 in de members bank, dus ze kunnen oh, pakken. Oh, mooi. Ik heb de 100. Ik heb er 100 ingegooid bij de members bank, dus ze kunnen allemaal een ding pakken. Volgens mij ben ik nou klaar. Ik hoef alleen nog maar die demonics te doen en that's it. Ja, en daarachter is nog een quest of zoiets. Nee, die kan je pakken in de member bank. Charandar. Oh, dat is een fortress, dat ga ik straks doen. Dat is een soort van dungeon. Create a crawl of protection. Trouwens, die Tiamat's orb, die is ook wel vet hoor. Heb je die wel eens gezien? Nee, de potion. Hees? Er zit een potion in of een scroll. Hier, kijk deze. Ja, uit de members. Tenminste, als ze member level 2 zijn. Dat kan ook. Je kan ze ook in de marketplace kopen, ja, dat klopt. Ik ben een beetje stupid geweest. Ik heb als eerste die Tiamat's orb geüpgrade. Maar die geeft wel een damage resistance van heel wat. Even kijken, wat was het? Die geeft jou een damage resistance van 9% van voor 12 seconden. Nee, een scroll. Zo, die is complete. Die is complete. En volgens mij moet ik alleen nog Vlindera's touwen moet ik ook nog doen. Kijken, volgens mij mijn boom nou ook. Oh, dat zijn hele potions.
allemaal geluk. Ja, klopt. Ik kom naar... Hoezo kan jij hem niet pakken dan? Ik heb nog wel een scroll. Ja, dat klopt. Nee, maar je hebt er maar eentje nodig eigenlijk, toch? Scroll of the potion. Oké. Okay. Eentje? Daarom heb ik hem op 1 staan. Echo. Smart fighter quits while he's ahead. Ik ben eruit, Rookie. Ik zie het, ja. Nice. Zit iedereen in een groep? Ik denk het wel, zo te zien. Ik heb er nou 4. Die even. Yo, bedankt. Mazzel. Hoe bedoel je een raid? Dragon, hoe bedoel je een raid, Kroep? Hoe doe je dat dan? Stel je dat in? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Is toch alleen maar met die guild? Is toch alleen maar met die guild tags? Oh, trade, inspect, view, speak online, view, promo, guild, kick van. Ik zie niks meer raid staan. Raid. Nee, ik ook niet. Dat. Ja, dat wel, maar ja, dat is wat anders. Nou, dat is alleen met volgens mij stronghold tegen stronghold. Dan kan je wel dat doen, de raid. Maar ik weet niet of dat met dit niet, volgens mij. Ja. Ja, als je weet hoe je dat moet doen, Dragon, moet je het even zeggen. Dan kunnen we dat doen. Dat heb ik zelf ook nog nooit gehad. Ook niet op de Xbox of zo. Gingen we altijd met groepen gewoon. Nou, alleen maar groepjes van 5 volgens mij. Tijd op elkaar koppelen allemaal. Kan er niet bij een mannetje dan misschien? Bij die tovenaar? Ik weet het niet. Is maar niet. Nee?
ik heb, ja. Maar wie kan ik nog in de groep? Alsjeblieft. Jij moet ook die lead hebben, want jij gaat de dingen leiden. Ik had geen eens gezien dat ik lead was. Wacht even, ik heb ook shit. Oh, we hebben nog 7 minuutjes, 8 minuutjes. Kijk, en nou komen ze allemaal wel naar de stronghold. Mooi, ja. Opa, SP. Even kijken, er staat hier nou 16 man. Er staat hier nou. Ja, dat is anders. Ik weet ook niet. Volgens mij niet via een queue, toch? Dan zou ik even aan mijn guild moeten vragen bij de Xbox hoe ze dat doen. Wat wil je voor die lucky coin hebben, Bas B? Oh. Oh, laat zien dat hij me heeft. Oké. Okay. Nee, we zijn aan het verzamelen. Ja, ik heb die andere twee heb ik ook een message gestuurd. Of die ook willen joinen. Maar eentje zit nog een mental derret, want dat is die Smoke Dog 010. Moet er nog even een groep bijgemaakt worden. Ik zit vol. Ik zit nog in geen groep. Nou, dan maak jij er een als kan. Moet je Baas B even uitnodigen. Red Bull even kijken. Kijken wie er in een groep zit. Moet even... Nou ja. Oh, en Rika kan je uitnodigen, Hils? Ja, die zit ook al in een groep. Oké. Okay. Nou, dan ga ik wel even alleen, dat maakt ook niks uit. Yeah. Oh, we moeten even 5 minuten wachten, want hij geeft... Nee. Kromkool komt eraan. Dus, wat moeten we doen? Ik ga even wat drinken pakken. Baas B zit nog niet in de groep, volgens mij. Ik ook. Ik ga er wel even uit. Pak ik hier Baas B.
Ja, maar die smoke dog, die komt niet. Ik heb hem al twee berichtjes gestuurd. Ja, leek er ook nog niet. Ik heb je al een groep invite gestuurd. Ik draai het sigaretje en dan... Ja, we zijn al met 17 man. Ja, dan mist Smoke Dog, miste gewoon eerst de draak. Ja. Oh wacht, ik moet nog eventjes de juiste powers equippen. Even kijken. Break the spirit. Je moet er nou echt allemaal verzamelen hier en er naartoe lopen. Ja. Ik ben er klaar voor. Oh, vergeet niet een portable auto buiten de poort neer te zetten. Even voor de zekerheid. Ja, kunnen we lopen, Dragon? Loop maar. Ja, loop maar gewoon, Dragon. Is goed. Volgen elkaar wel. En dan gewoon even voor. We kunnen ook rondom in de poort, maar dan rondom staan. Met alle mensen, dat kan ook. Dat hebben we ook altijd. Met deze kant op. Ik volg Dragon. Ja, ik ook. Maar hier zijn allemaal tegenstanders. En dan heb je op die rechte weg, heb je dat niet. Je moet echt door. Dragon loopt een beetje verkeerd. Nee, je loopt recht een heroic in. Dus ik moet wel even verder lopen tot de mensen weten waar ze naartoe moeten. We werden allemaal aangevallen in die heroics. Ja. Maar het is ook de eerste echte keer, hè? Dit, met zoveel man. Dus toen is het... Ja. Ja, erg. Oh ja, zal ik ook even doen. Ja. We hadden net in de chat neergezet, de pots en scrolls. Ja, doe maar. We zijn hier. Dan kan hij ook niet reageren. Ja. Ja, maar daarom is het daarom heb je ook 10 minuten, dat jij dat botje kan activeren en dan kan je teruglopen hier naartoe. Ja.
daarom. Waarom maar die minuut? Nou, daar komt ie. Succes, jongens. I shall incinerate all of you. En je kan heel makkelijk... Ik ben ook aan het uitzenden als het goed is, dus... Ja, dat is goed. Kijk uit hoor. Ja, het gaat goed. En dan later krijgen we drie of vier. Het loopt een beetje op. Ja. Ja, even veel sneller. Die gaat hartstikke goed. Zometeen gaat het gebeuren, kan je allemaal rode kringen op de grond. Ja. Nou komen die ringen, kijk uit. Ja, je kan ook release. Ja. Rika ligt nog daar, oké, netjes. Ja. Ah. Ik had gewoon op afstand moeten blijven. Stom van mij. Ik ben gewoon op afstand vechten. Dat moet ik blijven doen. Dat is godverkeerd. Ja, daar zijn onze karakters niet voor gebouwd. Ja, ik ook. Dan moet je respawnen en dan kan je teruglopen hier naartoe. Het is maar een klein stukje. Ja, het is maar een heel klein stukje. Ja. Ja, die komen constant. Ja, dat klopt. Ja. En dan kunnen we de volgende keer misschien twee proberen. Ja. Ja. Ja, 8 meer mensen erbij, dan kan je de twee doen. Ja.
Kom, pakken. Oh, kijk uit. Ja, kan ook wel nu. Yeah! Heel mooi. Ja. Nee. Ja, bij die draken is het moeilijkst. Ja, maar jij nog 20 seconden. Shit, man. Gewoon naar de stronghold. Kunnen we naar de stronghold terug. Ja, ja, je moet bij een groepje staan en op een gegeven moment moet je wachten tot hij op 3% staat, als je het met meer doet. Want de ene gaat sneller dan de andere, weet je wel. Dus dan moet je op een gegeven moment moet stoppen bij zeg maar 2%. Tot, ja. Maar je moet dus, als je het met meer doet, moet die op 2%, dan moet je met elkaar afspreken tot je stopt, tot je tegelijk staat en dan kan je weer verder gaan. Want je hebt ook maar, als je er een verslagen hebt, nog een minuut om die andere te verslaan. Snap je? Maar het is goed gegaan. Hartstikke netjes. Hoi. Net toen die draak spawnde, in één keer was er in één keer microfoon silence en ik dacht, ik hoor niemand, ik was aan het praten. Nee, als je hem weg hebt gedaan, dan is hij weg. Ja, dan moet je gelijk kijken als je hem ziet eigenlijk. Of een screenshotje ervan maken, de volgende keer. Heb je... Hé, hey, die tovenaar is weg. Heb iemand een screenshot gemaakt van de score? Nope. Oh, doe maar even. Kan je hem in de chat gooien? Dan kan iedereen het zien. Ik heb ook niet goed gekeken eigenlijk. Ik had iets met metal. Basic metal. Moet je openen. Ja. Die kan je kopen. Ja. 4 Dragonflight Fangs. Ja, je kan ze... Nou, ik... Ja, en ook, in de, ook Astral Diamonds en in de Sand Store. Allebei. Zijn volgens mij 9000 per sleutel of zo, was het? Nee, ik ook niet. Ik heb er gisteren 6 gehaald. Ja. Maar gewoon in de chat. Waar wij allemaal zitten in die chat. Dan mag je hem even neergooien. Ja. Ja, we zitten met z'n allen in de guild spraakchat. Ik bedoel de typchat. Zit jij ook bij, Henk? Waar we al die foto's neer in gooien. Ons... Je hebt toch wel eens foto's in de chat gezet? Screenshots? Oké. Okay. Als je...
naast jouw checks, naast jouw tekstchat, helemaal aan de linkerkant, zie je een klein plaatje. Daar kan je een screenshot mee pakken. Yes.